Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is vandaag Mark Teerlinck. Mark, je bent hier eerder geweest, in wat was het, 2014 volgens mij. Lang geleden in ieder geval. Gaan we straks even over verder praten. We vragen onze gasten altijd om een voorwerp mee te nemen voor de foto van Guido van Nispen. Jij nam deze boot mee. Laten we daar gewoon eventjes mee beginnen. Wat heeft de boot te maken met jou? Waarom is het belangrijk dat deze boot er staat? Aanstaande donderdag spreek ik op The Next Web, TNW. En om een verrassing te geven van de opening, ik begin op dat moment met de Volvo Ocean Race. En wat de Volvo Ocean Race interessant maakt, is de boot van Akzo Nobel is een van de boten erin. Alle boten zijn volledig identiek qua design. Dus er is geen onderscheid tussen de boot. Dus het enige wat het verschil uitmaakt, is de crew. En de beslissing die de kapitein neemt. Dus wij als SAP... Want daar werk je nu? Ik werk nu bij SAP. Ik ben nu Global Vice President voor ons Artificial and Machine Learning platform, digitaal business innovation systeem, dat heet Leonardo. Ja. En wat wij doen samen met Akzo Nobel, wij hebben sensors met de bemanning, waardoor het slapen, het calorieverbruik, de hartslag en dergelijke gemeten wordt, zodat elk lid van de bemanning zelf kan kijken van hoe sta ik ervoor? Ben ik degene die nu aan de lijn gaat trekken? Of doe ik even een stop op zijn en ik laat het over aan jou? En dan wel dat je later ook terug kan kijken van, goh, hoe performt het team? Dat betekent dat zowel als kapitein op het moment zelf, als crewmember op het moment zelf, maar ook terugkijken op etappen, wat ging goed, wat gaat niet goed. Dat je niet alleen gaat kijken naar het functioneren van het team, maar dat je ook gaat kijken, hoe stonden wij er fysiek en biologisch voor? En laten we eerlijk zijn, als je 3 dagen met 2,5 uur slaap hebt gedaan, ben je meestal niet zo kwiek in je beslissingen dan dat je een 6 of 7 uur gehad had. Dat is wat zeilers doen. Die doen zonder slaap. Ja. Heel lang. Ja. Heel veel. Of die doen slapen een half uurtje of een uurtje. Niet slapen en niet wassen. Ja, en niet wassen. Het blijft natuurlijk een fascinerende sport. Dit is een belangrijke toevoeging aan zo'n team van de Volvo Ocean Race. Wat is de feedback die je krijgt van de mensen aan boord? De feedback is fantastisch. Als je gaat kijken naar de... En dat was echt een ongelooflijk spannende nek-aan-nek race in Auckland. Etappe. Waar de Akzo Nobel boot gewonnen heeft. Is dat schipper Tienhoven, die heeft ook gewoon zeggen, het team heeft nooit opgegeven. Het team werkte als een geoliede machine. Iedereen wist precies waar hij aan toe was en hoeveel energie hij nog had op dat moment. En het team heeft ook bepaald dat die etappe daar gewonnen is, zeg maar. Dat zijn niet alleen de beslissingen, maar dat zijn toch de laatste momenten. Heb je nog die laatste kracht om die extra slag, om die leer te doen en snel naar voren te rennen op dat moment of niet? En dat klinkt heel makkelijk als zeiler, want je doet het als instinct. Als je echt weet of je dat nog kan trekken of niet. Of ik kan 1 seconde aan jou vragen, trek jij het nog? Nee, en tegelijk, jullie zijn allebei zeilers. Hè? Ik ben 1 keertje... Ja, ik ben dan gelijk cynisch. Ze liggen vierde. Dus ja. Ik ben een keertje met hem meewezen zeilen. Er was er geen wind. Dus ik heb deze ervaring niet. Jullie, maar voor het programma waren jullie een beetje die romantici eigenlijk een beetje over het zeilen. En nu schieten we eigenlijk meteen... De fase in waar het romantisch eigenlijk verdwijnt. Is dat zo? Want ik heb races gedaan waar ik ook met GPS zit en waypoints. En we constant ook met weerinformatie zaten. En we eigenlijk voor de navigatie en strategische beslissingen ook allerlei data gebruikten. Ja, maar vind ik ook hoor. Het is altijd volgens mij zo geweest. Maar je bent wel met me eens dat uiteindelijk die data... Er is een enorme bak data, weerdata, stromingdata, weet ik veel. Alles krijg je binnen. Maar uiteindelijk... Oh ja, maar het blijft mensenwerk, hè? Voor maar ook de wind draait, de front verandert van richting. Instinct zul je nog steeds nodig hebben. Ja, absoluut. Dat is het mooie van zijn. Ja. Vind je dat mooi wel? Ja, vind ik heel mooi. Als mens vind je dat wel fijn, zeg maar, dat je wel nodig blijft. Je zult zeilen, en zeker in zo'n wedstrijd, je zult het nooit 100% onder controle hebben. Dat is het mooie natuurlijk, als je het hebt over managementlessen. Ik heb zelf zoiets van, de beste managementles is dat je een team op een zeilboot neemt. En dat je ze vervolgens in omstandigheden die niet heel levensgevaarlijk zijn, maar toch spannender dan men gedacht had. Ja. En dan kom je erachter dat een managementstijl van dictatoriaal, ik ben de baas en bepaal alles, die gaat dan niet werken. Dat het team jouw vragen mag kunnen stellen, waarom hebben we dat gedaan, is belangrijk. Maar dat op een bepaald moment ook een afspraak moet zijn met het team dat we niet even de discussie ingaan en wel samenwerken. Ja. Dat je handover momenten hebt, dat je ook zegt van, ik wil even niet scoren, want ik denk dat het beter voor het team is. Dat jij een teamwerk maakt dat je zo'n race wint.
En laten we eerlijk zijn, zeker in de wereld van technologie, waar start-ups of corporate incubators op dit moment toch de boventoon voeren. Als je daar niet een klein geolied team hebt, dan trek je het niet. En dan moet je ook wel kijken, iets kunnen gunnen. En ik vind dat zij een fantastische metafoor voor. Je kan willen controleren wat je wil, maar als opeens de wind draait. Als tegen de voorspelling in, zoals vandaag, het toch weer gaat regenen. Ja, ja. Ja, dan moet je doen met wat je hebt. Maar ben jij bij SAP gaan werken omdat ze de Volvo Ocean Race sponsoren als zeiler? Of wacht je een andere? Ik moet wel zeggen dat het feit dat... Ik mag namens SAP... Ik vind het een hele goede reden. Ik mag namens SAP de 30ste juni bij de aankomst. Het is toch voor Nederland geweldig dat de aankomst, de finale, de final leg hier in de Haag komt. Ja. Ik mag daar de 30ste juni staan, dus daar ben ik wel heel trots op. Ben ik daarvoor bij SAP gaan werken. Ik moet zeggen, het zijn de kleine dingen die je wel heel leuk maken. Het helpt wel, hè? Het helpt wel. Ik denk, je moet altijd fun hebben in je werk. Als het niet fun is, dan moet je het niet doen. Dat is echt... Nee. Ja. Maar goed, dit was, wat je zegt, een van de leuke extra's. Als we eventjes kort het bruggetje maken met de laatste keer dat je hier was. Mm-hmm. 2014 werkte je bij IBM. Dat was eigenlijk nog in een hele vroege fase, want jij legde ons uit Watson. En je hebt dat filmpje natuurlijk toen laten zien, hè, van hoe zeg maar Watson slimmer is dan de game, de gamespels, et cetera. Daarna hebben we heel veel programma's gedaan, ook over artificial intelligence, deep learning, machine learning, alle begrippen die hier regelmatig aan tafel zijn geweest. Als jij even heel kort die 4 jaar moet overbruggen, waar stonden we toen en waar staan we nu? Ik ga, en voor degene die het wil googlen, ga ik er even bij zeggen ook. Ik ga je 2 voorbeelden geven. 1. Toen Benedictus paus werd in 2005, stond het hele Sint-Pieterplein vol en er is een foto van. En dan zie je 1 iemand met zo'n clamshell-phone daar staan om een foto te proberen te maken. Je gaat naar Francis, dan zit je dus een kleine, paar jaar later zeg maar, hè, 5 jaar later. En dan staat het Sint-Pieterplein helemaal vol met mensen met smartphones. Als je naar Watson kijkt, 2013, 2014, de periode dat we elkaar zagen, toen was de technologie uitgevonden, de innovatie... De invention was gedaan, maar de innovatie om het toe te passen, daar zaten we met IBM toe ook. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we zorgen dat we dat opschalen? We zijn toen in 2014, toen werd ik Chief Business Strategist bij de IBM Watson Unit. Zijn we in New York met een corporate startup begonnen, zeg maar. Nou, we moesten uitkomen, hoe wordt dat platform? Hoe verdeel je Watson in stukjes? Hoe ga je de pricing doen? Hoe zorg je dat mensen dat in de cloud gebruiken? Dan kom je achter dingen als regulation, dat je in verschillende landen moet zitten met verschillende datacentrum. Om te zorgen dat je ook aan de wetgeving en regelen, zeker nu GDPR eraan komt en dat soort dingen, daar moet je aan kunnen voldoen. Dat was een enorme reis. En we zijn nu op het moment, dat je kijkt naar IBM, je kijkt naar Amazon, je kijkt naar Google met TensorFlow. Dat echt platformen zijn, cloud platformen, waar jij en ik met een laptop kunnen zeggen, joh, ik ga een artificial intelligence powered app maken. Maar ik ga die machine learning niet zelf uitvinden. Yep. Dus we zien nou de verschuiving waar we in 2013 en 2014 nog machine learning moesten schrijven, de coderen. Yep. Dat al die algoritmes als een service, als een API, application interface, beschikbaar zijn. Dat we die kunnen roepen en als Lego blokjes kunnen zeggen, joh, ik gooi hier wat data in. En de uitkomst van dat proces, kijk naar dit flesje, wat is dit flesje, waar wordt dat gemaakt, bij wie kan ik dat bestellen? Precies, want IBM biedt dat soort diensten. IBM, wat doet Amazon, zet daar ook heel groot op in. Wat is de consequentie daarvan? Het lijkt mij dat het democratiseert, wordt waarschijnlijk goedkoper. Wat is de impact van het beschikbaar komen van deze technologie? De impact zo breed. De instelling is uiteraard een versnelling. Ik denk een groot verschil tussen bijvoorbeeld Amazon en IBM, waarin Amazon zich veel meer richt op, ik maak 1 getrainde, dus ik geef voorbeelden aan bijvoorbeeld een Alexa en daarmee moet iedereen het doen. Waar een IBM heeft gezegd, nee, jouw data is jouw data en niet de mijne. Ook een filosofie die wij bij SAP hebben. Jouw data is jouw data en die wordt niet gedeeld met andere klanten. Dus de manier waarop machine learning wordt gedaan is dat er lagen boven de out-of-the-box worden gecreëerd voor bedrijven, hoe ze dat doen. Waar dat bij IBM nog is, het leren van hoe gaat de technologie om met mijn data, is dat bij SAP, hoe gaat de technologie om met hoe ik dit proces doe. Wat is, iedereen doet facturering, iedereen doet contractmanagement, maar wat maakt dat bedrijf 1 nu veel sneller is dan bedrijf 2 om bijvoorbeeld heel snel voor een nieuw product te contracteren en wijzigingen en configuratie te doen. Dat is in het proces, dat is in de kennis van die mensen. Als je die kennis kan toevoegen, trainen aan die machine learning, dan heb je een ongelooflijk voordeel. Dus je ziet een
breder beschikbaar worden van de platformen. Je ziet duidelijk een betere prijsstelling. Amazon zit nu ook per seconde de pricing te doen. Dat is zeker voor een start-up een mooi model in plaats van een abonnement af te tikken. Ja. Waar je nu mee zit, is bijvoorbeeld wat we met Leonardo doen bij SAP. Daar maken we een laag en zeggen, dat is niet alleen een softwarelaag. Dat is een methode, een designmethode. Hoe zorg je dat je de dingen doet die snel geld verdienen aan de klantenkant. Dat je voorbeelden hebt, dingen die blauwdrukken, die anderen al gebruikt hebben. Dus denk aan Lego-dozen waar je kant-en-klare tekeningen bij hebt. Maar ook in elkaar gesleutelde IKEA-sets die je zelf afmaakt in jouw bedrijf of die afgemaakt worden. En dat worden dus plug-ins van bestaande processen, zeg maar. En dat is natuurlijk iets heel anders dan hier is een hele hoop technologie, gaat nu eens verder afmaken. Leg dat nog eens even uit, want niet iedereen kent SAP goed. Ja. Wat voegt Leonardo toe aan de standaard dienstverlening van SAP? Je moet even introduceren naar SAP. En dat is realistisch. 77% van de transacties in de wereld gaat door SAP. Dat weten heel veel mensen ook al niet. Heel veel mensen weten dat al niet. Bijna 76-77% van de voedselproducenten in deze wereld gebruiken SAP. En dat zijn vooral zogenaamde ERP-systemen die jullie bij... Dat zijn bedrijven. Wat zijn dat? Wat betekent het ook weer, ERP? Ja. Laten we niet eens aan de afkorting gaan. Laten we gewoon kijken wat het echt betekent. Ja, ja. Dat betekent, als je elk bedrijf heeft een aantal processen die, of dat nou backbone genoemd wordt, of die eigenlijk zorgen dat bedrijf draait. Als ik iets bestel, als jij en ik iets bestellen bij een bedrijf op het internet, willen wij A, dat dat ook echt in voorraad is. B, als dat in voorraad is, dat er ook een labeltje wordt gedrukt, dat iemand dan dat uit het schap haalt, dat er iets anders monitort, dat uit het schap gehaalde doosje ook echt naar het postkantoor gaat en dat het bij jou afgeleverd wordt. Dat er een factuur gestuurd wordt, dat die factuur afgerekend wordt en dat die betaling op de bankrekening staat. Order to cash. Dus dat soort processen, hire to fire, order to cash, pay to procure, zijn bijna elk business-to-business bedrijf heeft dat. Ja, enterprise resource planning. Moest er even over nadenken. Ja. en oorspronkelijk was enterprise resource planning is van hoe zorg ik dat ik op de beste manier een product in elkaar sleutel. Of dat nou een voedselproduct of een boot of een auto was. En langzaam begon dat natuurlijk ook bij de overheid en bij financiële dienstverlening waar de service het product is, zeg maar. Dat wordt uitgebreid bij SAP. Dus op een gegeven moment werd er ook personeelsmanagement, marketing en CRM aan toegevoegd. En dat zijn eigenlijk de dingen die een bedrijf draaiend houden. Vandaar dat we ook hebben zoiets van the world runs SAP, the best companies run SAP. En ik roep altijd van, goh, if SAP is down, the world is down. Wat het mooie maakt is dat SAP zit heel dicht dus wat bedrijven doen om succesvol, zeg maar, zich te onderscheiden en het bedrijf draaiend te houden. Niemand gaat de advocatuur in of bedrijfsjurist worden, 4 jaar universiteit, 3 jaar specialiseren, om vervolgens te zeggen, nou, ik werk bij een groot voedselbedrijf en ik hou mij bezig met regelgeving en ik spendeer 7 van de 8 uur per dag om door een document te lezen en dat op de productvoorwaarden te doen en dat in een spreadsheet te kopiëren en dan dat te klassificeren als dit is privacy of dit is food safety. En dan heb ik 1 uur nodig om mijn brein te gebruiken, waarvoor ik opgeleid ben, waarvoor ik een academische opleiding gedaan heb, om te beslissen hoe ik dat gebruik. Wat een ongelooflijke zonde van talent. Ja, even terug naar mijn oorspronkelijke vraag. Ja. Wat voegt Leonardo, relatief nieuw onderdeel van SAP, wat voegt dat aan jullie bestaande dienstverlening? Wat toevoegt is 3 dingen. 1, voor een aantal bestaande dingen die we al met Leonardo doen, voegt dat aan klanten, zeg maar, plugins toe die onder SAP toe kunnen gebruikt worden. Een voorbeeld is invoice reconciliation. Hetzelfde voorbeeld, je bent geen accountant geworden om samen met je staf elke week te kijken wat hebben we gefactureerd. Die klant heeft in stukjes betaald. Welke korting was dat en hoeveel krijgen we nog van hem? Dat is Leonardo, als ik nou die ongelooflijke repetitieve taak van je schouder haal en ik doe die in minuten voor jou, wat betekent dat wat jij voor onze klanten kan doen? Dat betekent dat je klanten kan zeggen, joh, ik kan jou helpen om in 3-4 dagen op een andere manier jouw contracten met jouw klanten te hercontracteren. Als je een nieuw product begint, in plaats van weken of maanden. Wat Leonardo doet, het komt met plugins of Lego-blokken die onder SAP draaien uit de doos. Daarna komt het met een stukje, noemen we accelerators. Dat zijn dingen die, denk aan een IKEA-doos met een aantal tekeningen hoe je dat bureau in elkaar kan zetten. Maar jij bent als bedrijf zelf nog aan het zoeken hoe je dat probleem het beste wil tackelen. En dan doen we ook Leonardo als engagement, co-innovatie met klanten. Van, goh, wij weten nog niet precies hoe het probleem opgelost, jij ook niet. Laten we dat samen oplossen en dat terugbrengen naar die anderen. Dus er zit een hele product lifecycle in. We doen innovatie, we maken het beschikbaar als accelerator. Dus een deel van de innovatie, hè? Innovate for success.
moet dan ook een accelerator worden. Een deel van die accelerator moet gewoon een productcode zijn, zeg maar, die gebruikt wordt. En de bedoeling is dat je zegt van hoe moderniseer je nu met artificial intelligence, dus met machine learning en blockchain. Geef je dus antwoord op, want je stelt de vraag. Ja. Ja. Voor de voorbeeld van je klanten, zeg maar. Hoe hebben ze er iets aan? Voorbeeld van klanten is, elk klant heeft een proces. En in dat proces zit een ERP, zoals SAP. En daar zitten menselijke handelingen tussen die geautomatiseerde stukken met elkaar verbindt. En daar zit ook het zwakte bot op dat moment. Mensen hebben te veel taken. Als jij in healthcare bijvoorbeeld dit gebruikt en je zegt, joh, wij moeten een clinical trial vinden, dan ben je 160 tot 180 uur met je team bezig. Meestal als arts krijg je dat niet. Je krijgt ongeveer 15 minuten van de verzekeringsmaatschappij vergoed. Dus ter plaatse ga je naar de kennis die je hebt. Of je zoekt het nog eens uit en je maakt een lucky shot. Er zijn maar weinig ziekenhuizen en weinig farmaceutische partijen die heel snel die match kunnen maken. Als je dat toevoegt op dat moment aan SAP, die gaat kijken van goh, welke trials hebben we gedaan, welke is het meest toepasselijke. En je zegt, joh, ik doe dat in 30, 40 seconden. Dan heb ik 5 minuten de kans om te kijken hoe ben je daar gekomen, wat is de conclusie die je getrokken. Dat doe je ook met een mens. En 10 minuten om met die patiënt te praten. Als ik merchandiser ben en ik moet op het moment een keuze gaan maken. Wij zijn uit artikel, ik maak auto's. Mijn slotenleverancier heeft een probleem, heeft een staking. Waar bij wie kan ik de komende weken capaciteit bestellen voor sloten, zodat mijn autoproductie niet, en dat zijn levende voorbeelden. Dat is een proces dat duurt nog wel maanden om die keuze te maken. Pay to procure, als je dat inderdaad 1 stap eruit kan halen en kan versnellen, dan gaat het niet alleen om het feit dat je het sneller doet, maar dat je op dat moment ook een flexibiliteit aan het bedrijf toevoegt. Dus je gaat kijken naar bestaande processen. Allereerst, die bestaande processen die dicht zitten bij die klant, kan ik daar 1 stap uithalen en daar artificial intelligence in stoppen om een repetitieve taak bij jou weg te halen? Ja, nou zou je het niet verbazen dat je bent vast met ons eens dat artificial intelligence is een van de meest gehypte termen. Wij horen het wekelijks hier aan tafel. Wij noemen het ook wel de bullshit bingo. Ja. Want iedereen heeft het erover. Ja. Wat je zegt dan, ja, met artificial intelligence, maar kun je ons nou eens uitleggen wat dat betekent voor jou? Want ik hoor daar zoveel verschillende verhalen over. Weet je, de een die heeft een simpel algoritmetje draaien en die zegt dat is artificial intelligence. Ja. Wat betekent het voor jou? Artificial intelligence is een verzamelterm. Laten we daar gewoon mee beginnen. Het is een verzamelterm. Daarom vraag ik het ook, want je kunt er zoveel onder vatten. Dus mijn definitie die ik gebruik is dat je een kudde bestaande technologieën met elkaar verbindt als legosteentjes. Machine learning de meest bekende daarvan. Mm-hmm. We kunnen zo even over hebben wat dat dan is. Dat je zegt, joh, ik wil een probleem oplossen. Welke stukken technologie heb ik daarvoor nodig om dat probleem op te lossen? Laten we dat voorbeeld van invoice reconciliation doen. Ik heb een stukje machine learning nodig, ik heb een stukje statistiek nodig. Invoice reconciliation? Het optellen en aftrekken van alle facturen die jij betaald gekregen hebt, versus de kortingsvoorwaarden die je met je klant had. Ja. Ja. En dan erachter te komen hoeveel geld jij of zij jou verschuldigd zijn. Precies. Ja. Dat is een verschrikkelijke taak elke keer voor een factureringsafdeling. Als ik dat terugtrek, zeg maar, naar minuten, en dat soort team vaker met die klant kan praten over wat aan de hand is, in plaats van alleen maar papierwerk en spreadsheets doen, wat heb ik daarvoor nodig? Ik heb een stukje machine learning door nodig. De outcome van de machine learning, die moet wat blockchain doen. Zijn die goederen wel echt geleverd? Zijn die bij ons echt de deur uitgegaan? Zijn die ook bij jou aangekomen? Is die betaling ook echt plaatsgevonden? Zal misschien een stukje statistiek doen? Misschien een stukje. Allemaal data uit verschillende. Eigenlijk allemaal technologieën rondom data, die je in een bepaalde volgorde bij elkaar zet, die gezamenlijk een stukje kennis erin hebben hoe ze dat probleem oplossen. En als je die dan bij elkaar zegt, dan heb ik een stukje artificial intelligence, wat artificial en intelligent, 1 taak van je schouder kan nemen en die volledig automatiseert die taak, niet die mens, of een stukje op jouw beslissing mag om toe te voegen. Dat betekent dat per probleem je misschien een beetje meer van 1 technologie nodig hebt en een beetje minder van de ander. Dus artificial intelligence voor mij is niet zozeer het algoritme, maar het is de manier waarop het algoritme en de technologie en de ingebouwde kennis. Heb ik algemene kennis nodig? Hoe vergelijk ik 2 documenten? Of heb ik specifieke kennis nodig? Hoe vergelijk ik 2 documenten in de voedselindustrie die contracten zijn voor Europa? Of heb ik daarnaast ook nog eens een keer, en hoe doen we dat voor bedrijf X? Ja, en waar komt dan de machine learning om de hoek kijken? Nou, machine learning is natuurlijk ook weer zo'n verzamelterming. Machine learning heeft als voordeel dat je minder programmeert en dat je een algoritme hebt dat je traint met voorbeelden.
Je geeft dus, dus eigenlijk moet je denken aan een mens. Je huurt een mens in, of dat een advocaat is of een co-assistent. En die heeft een basistraining gehad. En dat is heel leuk, maar daar kan je eigenlijk niks mee. Die komt binnen en die weet alles van alles, maar weet niet hoe wij het als bedrijf doen. Kijk naar jullie show als je morgen iemand binnenkomt die heeft al gepresenteerd, die kent journalistiek, die kan niet zomaar hier aan tafel aanschuiven. Er zit een formule bij jullie in, dat is de manier hoe je je voorbereiding doet, hoe je met je gasten omgaat. Moet je zo iemand trainen die kennis en kunde heeft. Geldt ook voor die co-assistent, het geldt ook voor iemand die als junior accountant binnenkomt. Machine learning, op dit moment komt out of the box meestal met het kunnen van een technisch kunstje. Ja. Technisch kunstje is parafraseren. Kan ik heel veel vragen krijgen die naar één antwoord gaan? 2, inferentie. Kan ik heel veel documenten lezen of datapunten gebruiken om te zeggen A is B, B is C, C is D en dat ergens voor gebruiken? Of C, kan ik andere algoritmen gebruiken zoals visuele analyse of stemanalyse daar iets mee doen? Machine learning is dus eigenlijk, iemand maakt een algoritme en iemand anders gooit er een aantal voorbeelden tegenover. Nou, heb je 2 soorten voorbeelden. 1 zoals je die kent van zoekmachines. Iedereen gooit er maar voorbeelden in. Dat noemen ze unsupervised of deep learning. Dan krijg je heel leuke voorbeelden. Als je intikt lawyers are, dan krijg je heel veel bijvoeglijke naamwoorden over het beroep van de advocatuur die zelden vlijend zijn. Of je gaat zeggen, ja, nee, we willen een probleem oplossen. Dus ik laat mijn beste expert of de beste oncoloog of de beste accountant of de beste belastingadviseur dit trainen en constant onderhouden. Ja. Supervised learning. Ja. En dan kunnen die meestal zijn, al die machine learning componenten, die zijn ongelooflijk oliedom en die kunnen maar 1 ding. Ik kan het bierflesje herkennen. Heb ik een andere nodig die zegt, nu ik weet dat het bierflesje is, waar kan ik het kopen? En de derde zegt van, goh, wat is de beste manier om de goedkoopste prijs te krijgen? Dat zijn allemaal kleine stukjes. En iemand moet die aan elkaar rijgen. En als je die aan elkaar rijgt, en meestal met een user interface en misschien een bestelpatroon en uitcheck, dan krijg je een taak. En die taak is wat artificial intelligence doet. En het klinkt heel academisch en het is heel moeilijk om korter te maken. Als je korte machine learning uitlegt, zeg je, ja, vroeger programmeerde je, nu heeft iemand iets geschreven en zolang jij de voorbeelden er maar tegenaan gooit, dan hoef je het zelf niet meer te programmeren. Ja, en het is ook heel erg als je op een gegeven moment de uitkomst weet van een bepaald proces, dan het proces daartussenin. Ja, en dat geeft gelijk dus het zwakte aan. Hè? Zou je een mooi voorbeeld geven. In de jaren 40, Percy Spencer, jullie wel bekend, werkte toen voor de RAF en die was bezig met de ontwikkeling van de radar. En die zit in een kamer, 2 keer deze grote. En die krijgt 1 keer per maand een reep chocola. En terwijl die bezig is met zijn apparatuur, draait hij zich om en die reep chocola is gesmolten. En hij werkt op dat moment met micro-radio waves. En in 1946 doet hij een patent voor de microwave. 1 datapunt uit de context. Het gaat niet om radarontwikkeling, het smelten van voedsel, het veroorzaken van moleculaire warmte en het kunnen toepassen. Dat is waar de menselijke creativiteit in komt. Ja. Machine learning zal nooit op 1 datapunt een out of the box dat kunnen doen. Daar zijn wij goed in. Dus waarom zou ik jou nou heel veel datapunten repetitieve analyse laten doen? We zijn toch ook van de rekenlineaal naar een rekenmachine overgestapt. Ja. Hey, tot zover het college. Jij spreekt op de Next Web, donderdag en vrijdag. Ja. Is dat weer? Wat is de kern van jouw betoog daar? Beginnen met de boot. Ja. 2, data is belangrijker dan ooit. En dat klinkt als een open deur, maar heel veel bedrijven doen nog steeds niet aan het echt beheren en eigenaarschap van data. Ik bedoel, we zorgen wel dat niemand in het magazijn kan en dat er een deur met een slot daar zit. Maar we laten onze data gewoon nog rondwarrelen. En we laten 4 definities van de klant rondgaan. 4 versies van Mark, 4 versies van Airbnb, dat soort dingen. 2, we zijn al verder dan je denkt. Het is aan de ene kant dommer met artificial intelligence. Maar het soort problemen dat het kan oplossen is al verder dan je denkt met wat voorbeelden. En 3, werkgevers zullen eerst geraakt worden door de verandering dan werknemers. Werknemers zullen meer een optimalisatie zien, terwijl werkgevers erachter zullen komen dat artificial intelligence duidelijk een competitief verschil gaat doen. En dan zul je dingen moeten gaan veranderen, niet zozeer door mensen. Is dat ook al zover, dat bedrijven dat zien? Ja, je ziet dat 22% van de bedrijven in Amerika die hun jaarverslag openbaar hebben gemaakt de afgelopen maanden, hebben al bepaalde delen van hun winst die ze toewijzen aan artificial intelligence. We hebben net samen met de Economist een research gedaan van wie doen daar nou iets met AI. En dan zien we wat we de fast learners noemen.
dat de fast learners gemiddeld 43% meer groei hebben doorgemaakt dan degenen die daar nog niet mee werken of die daar falend mee werken. Het is natuurlijk geen recept voor succes. Hè? Een goede zeilboot is geen recept dat je de winst, dat je de race wint. Nee, daar hadden we het net over. Ja. Mag ik wel de vraag van Twitter? Natuurlijk, ja. Had jij een... Nee, die gaat voor. Johan Schaap, die vraagt... Klanten hebben miljoenen geïnvesteerd in jullie systemen, SAP-systemen. Hebben ze die dure systemen straks nog wel nodig als Leonardo al dat werk voor ze gaat doen? Nou, Leonardo is natuurlijk geen systeem aan zich. Hè. Leonardo is een, we noemen het een Digital Business Innovation System. Omdat het componenten hebt die eigenlijk ge-OM'd, voor een beter woord, zeg maar in SAP worden. Het gaat niet SAP vervangen. Het gaat juist die taak tussen proces 1 en proces 2 van SAP, waar die mens nog tussen zit, het gaat die mens daarin ondersteunen. En dat zijn processen die je zelden volledig kunt automatiseren. En waarom zeg je zo zorgvuldig ondersteunen? Want daar is hier veel discussie altijd over aan tafel. Ja. Het gaat ook mensen vervangen, toch? Het gaat taken... Dat doe je de hele tijd, hè? Want ik heb het eigenlijk, je doet het heel, heel bewust. Ja. Het gaat taken vervangen. Je wil mensen niet bang maken. Dat is nee, 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 nee. Ik zou je een voorbeeld geven. In 1904 was men in New York buitengewoon blij. Dat is wel een tijd geleden trouwens. In 1904 was men buitengewoon blij dat er auto's kwamen. Want de luchtvervuiling van de paarden zou eindelijk eens een keer voorbij zijn. En er waren heel veel mensen bang, want er zouden geen banen zijn. En wat interessant is, dat elke vorm van technologische innovatie heeft altijd in het begin even een dip. En vervolgens zien we dat de economische groei uitkomt. Het creëert nieuwe banen. Er zijn veel meer mensen geweest die in de automobielindustrie werkten dan degene die zadels maakte voor paarden of die stront opruimde in de stad van New York. En degene die zadel maakte, die ging in het begin stoelen maken voor auto's. Op een gegeven moment kwamen mensen achter, hey, ik kan meer doen, ik kan meer. Er zijn ook merken gekomen. Datzelfde geldt ook het internet. Iedereen was heel bang voor het internet en het zou bepaalde winkels weghalen. En het heeft ook taken in de winkels veranderd. Maar het heeft ook nieuwe banen en nieuwe taken gecreëerd natuurlijk. Hey, mijn vraag was, kijk, als jou hoor, je zegt nu, we hebben dat onderzoek gedaan. En dan zie je, zeg maar, de voorhoede ja. Profiteert er nu al heel erg van. In het gesprek eerder hadden we het erover dat we nu in die fase van die democratisering zitten. Een aantal jaren geleden, het kon technisch. Ja. Nu, je kunt al gebruik maken van platforms die er zijn. Wanneer gaat dit eigenlijk een rol spelen bij... Ja, kleine MKB'er, zeg maar. Want het is nog steeds een afstandelijk ding. Hè? Ja, de meeste mensen zullen nog steeds moeite hebben precies, te bevatten. Precies, laat ik het simpel maken. De bedoeling is dat je, als je bijvoorbeeld MKB'er bent en je gebruikt SAP... en we hebben 388.000 klanten... en daar zit gewoon een groot deel midden- en klein bedrijf bij. Omdat het is cloud gebaseerd, je hebt geen grote afdelingen nodig die het gaan onderhouden. Het is makkelijk te gebruiken op die manier. En op het moment dat jij daar in een app store zit en zegt... joh, ik krijg nou meer en meer en meer medewerkers of onderaannemers die expenses hebben. Dat wordt even te veel voor mij. Is er niet iets wat ik kan toevoegen aan mijn SAP? Dus ja, ik neem een stukje Leonardo erbij. Ik hoef die niet verder te trainen. Ik gebruik het zoals is. Die leest die expenses in. Die voegt gelijk toe wat jouw ticket was. Die kijkt gelijk waar je gebleven was. En die maakt van tevoren voor jou die declaratie. Ik wil mijn onderaannemer niet gaan betalen voor de tijd dat hij bezig is om mijn onkosten te declareren. Ik wil ook geen twee mensen erbij gaan aannemen om dat te gaan doen. Want daar ben ik wel MKB'er voor. En zijn we daar nu al of is het de nabije toekomst? Nee, daar zijn we nu mee aan beginnen, zeg maar. En daar kom je... Je moet niet vergeten... Ik neem even het voorbeeld in de landbouw. In de landbouw zijn er al jaren universiteiten die duurzaam... bijvoorbeeld farmfishing en dat soort dingen doen. Die laten zien dat als biggetjes geboren zijn... dat je met een warme lamp, zeg maar, zo'n biggetje... 24 uur warm houden, dat je helemaal geen antibiotica hoeft doen. Maar dat wil niet zeggen als iemand van de universiteit afkomt... en bij zijn vader en zijn moeder in het Franse boerderij gaat werken... die dat al 150 jaar zo gedaan heeft, dat men direct om is. Het beschikbaar hebben van technologie gaat gewoon een paar jaar duren. Het zal 3 tot 5 jaar duren voordat het zo gemeengoed is... dat we eraan gewend zijn. Dat is een relatief korte termijn. Ja, maar denk eens even hoe snel het met de smartphone en de smart tablet gegaan is. De integratie gaat heel snel. Je zei net ook in een tussenzin wat je op de Next Web gaat vertellen... dat we op veel punten verder zijn dan we denken. Ja. Noem daar eens een voorbeeld van. Als je gaat kijken... Laat ik 1 stap terugnemen. AI gaat niet hele processen opnoemen. Het gaat meestal 1 stap uit een proces nemen... wat je al kende en dan gaat het doen. Neem een Uber-app. Maar dat is het voorbeeld wat jij het mooiste vindt? Dat is een makkelijk voorbeeld om te doen. Als je het aanroepen van een taxi in New York was niet nieuw.
Maar het moment dat je wist dat hij eraan komt, dat is eigenlijk wat de Uber app doet. Het zekerstellen dat je die taxi ook krijgt en eruit kunnen springen zonder geld in je jasje te doen. Eigenlijk was het enige twee dingen die overgenomen zijn op dat moment door iets slimmers. De rest was een bestaand proces. Als je gaat kijken naar waar AI vandaag al is, dat het heel veel bestaande processen, dat het één of twee stapjes overgenomen heeft die daardoor het leven makkelijk maken. Ja. Als je jouw smartphone... Ja, maar toch, ik ga ook even terug naar een vraag die Johan, die vraagt nog even door. Want jij pleit het down, hè? Je zegt, we gaan het ondersteunen, kleine stapjes, dit en dat. Maar wat nu anders is, zegt Johan, dat we technologie ontwikkelen die zelf technologie kan maken. Robots die robots kunnen bouwen, software die software kan schrijven. Ja, dat gaat nog een tijdje duren. Ja, maar dit is toch waar we naartoe aan het werken. Jawel, maar dan hebben we het over 3 tot 5 jaar. Taken overnemen door AI, 3 tot 5 jaar, absoluut gemeengoed. Ik denk dat we zoveel problemen nog moeten oplossen, zowel in de ethiek, als technologie zelf beslissing gaat nemen. Wie gaat dan nog daarop letten? In het managen van data. Hoe komt de AI tot zijn beslissing? Wie heeft hem getraind? Welke data heeft die ten grondslag gehad? Vertrouw ik die beslissing wel? Daar gaan zoveel discussies nog tussen ook de technologiepartijen, maar ook tussen bedrijfsleven aan vooraf. Ja, want dat is wat ons heel erg opviel in Austin, op Southwest, waar AI het thema was. Wat ik echt opvallend vond, is dat de discussies hierover gingen. Mm-hmm. De ethiek, hoe je dit soort waarborgen gaat inbouwen, hoe je gaat zorgen dat die algoritmes ook kloppen en dat er geen bias in zit en dat inclusiviteit en representativiteit gewaarborgd is. Elon Musk die zelf zegt, digital supercomputing, we moeten het gewoon reguleren. Waarom zouden we iedereen daarmee vertrouwen? Ik ga niet zover als, ik spreek nu even op persoonlijke titel, ik ga niet zover als Musk. Ik denk dat er een stap gaat komen de komende jaren, dat we erachter komen dat, ook al is de technologie tot iets in staat, dat we maatschappelijk het nog niet los kunnen laten daarop. Zelfrijdende auto is nog steeds het mooiste voorbeeld. Ik bedoel, kunnen auto's al zelfrijdend zijn in beperkte omstandigheden zoals de snelweg? Zeker. Ik bedoel, ik ben laatst naar Virginia Beach gereden vanaf Washington DC waar ik woon. Ja. En daar heb ik 61 minuten mijn hand op het stuur gehad, eigenlijk alleen maar omdat de sensor dat vraagt, maar verder gewoon niks gedaan. Ja. Helemaal frustrerend eigenlijk, of niet? Ja, het is een hele andere ervaring. En vooral als die heel scherp de bocht om gaat. Daar zit toch een wenfactor aan. Ja. Aan de andere kant, op het moment dat er iets gaat gebeuren, zelfs al is die auto in staat die beslissing te nemen, we hebben de aansprakelijkheid nog niet eens geregeld. Ook al maakt die beslissing, is de bestuurder aansprakelijk? Is de fabrikant aansprakelijk? Is de regelgevende partij die de regels instelt? Dan hebben we nog niet eens geregeld. Dus we kunnen een auto niet eens losladen op het dagelijkse verkeer, zolang we dat probleem niet oplossen. Tweede is bias. Ik denk dat je nooit bias eruit krijgt. Daar ben ik gewoon heel... Technologie wordt namelijk of getraind door mensen of getraind op voorbeelden. Een mooi voorbeeld is medische wetenschap. Heel veel clinical trials zijn in de jaren 70 en 80 uitgevoerd op blanke witte mannen in de Verenigde Staten. Dat betekent als je vrouw bent, dat je al een andere manier hebt waarop je een hartinfarct hebt. Op het moment dat je African American hebt, dat je een ander enzympatroon hebt. Op het moment dat je van Aziatische afkomst hebt, zelfs al heb je maar een 1/8 Indonesisch bloed in je, dat er toch op dat moment iets anders gebeurt in je lichaam. Andere variabelen, En wat dan interessant is om te zeggen, kan ik de beperking inzien van de AI en een ander stuk AI gebruiken om te kijken waar ben jij anders. Dus we moeten op een andere manier naar de technologie gaan kijken. Vertrouw jou je GPS 100%? Nee. Ga je als je dat weten wij als zeilers, hè? Ja, dat, absoluut. Ja, je blijft ook altijd om je heen kijken. Je blijft om je heen kijken. Ja. En als je met de auto bent en er wordt gezegd, ga nu scherp rechts, ga direct rechts. Ga je dan echt de trap van de parkeergarage af of wacht je 2 meter totdat je bij de poort bent? Want dat schijnt bij Schiphol nog regelmatig te gebeuren, hoorde ik. Dat er iemand de trap met de bol erin wil rijden. Ja. Hey, we nemen altijd een 1/2 uur voor interviews. En die zijn al voorbij. Dat is dan zomaar... Het was weer leuk, hè? Het was weer leuk. We zijn al 35 minuten op streek. Ja. Ja. We kunnen wel uren doorpraten. Ja. Maar dat moeten we misschien op de Next Web doen. Waar jij gaat spreken. Donderdag. Aanstaande donderdag, live op de Next Web. Keynote. 10:50 Nederlandse tijd. Oké. Okay. Ja. Mooi, man. Leuk dat je er weer was. En je komt weer terug naar Europa, toch? Ja, einde dit jaar gaan we met de familie terug naar de mooiste stad ter wereld verhuizen.
Ja, naar Rotterdam? Ja, naar Amsterdam. maar ik gun het jullie wel. Dank je. Nou, je bent van harte welkom. Dank je wel. Dank je wel. Jullie bedankt voor het kijken. Blijf nog eventjes zitten, want dan ontkoppelen we je ook nog eventjes. Bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Freedom Lab van waaruit wij uitzenden. Jetstream uit Groningen voor de livestream. Bier & Co. voor de biertjes. En PQR voor de hosting van de website. Kijk je live, blijf kijken, kijk je on demand. Dan weet je dat je nu inmiddels al bijna 8 jaar topnames kunt terugkijken. Via fastmovingtargets.nl of via YouTube. En Axo Nobel mag even om ons Giro-nummer vragen. Dag. Ja.